Marco Meijer, scheidsrechter, of eigenlijk ook commentator sinds kort. Hoe wil je het liefst aangekondigd worden? Nou, ik ben nog wel voornamelijk het meest ben ik scheidsrechter, ja. Hoe ziet jouw scheidsrechtersagenda eruit? Nou, aankomende zondag is de NDB-ranking in Wijchen, vlakbij Nijmegen. En binnenkort heb ik nog wat demo's in Duitsland en nog wat WDF-toernooien. Dus ja, we blijven lekker doorgaan. En voornamelijk ook modus natuurlijk, modus Super Series. Ja, dit weekend staat de UK Open op het programma. Ja. 158 deelnemers. Een van die alternatieve toernooien op de kalender. Altijd een hectisch toernooi. Kan je even kort uitleggen hoe het in elkaar zit? Ja, de UK Open, ja, ze noemen het ook wel de FA Cup of Darts. En met de FA Cup in het voetbal wordt er elke ronde opnieuw beloot. Dus ja, we kunnen zomaar, als we de voorrondes hebben gehad, gewoon de eerste ronde de nummer 1 tegen de nummer 2 van de wereld krijgen. Ja, dus en sommigen kunnen misschien een beetje tussendoor sneaken met de loting. Maar het leuke is, het gaat niet op seeding. Elke ronde wordt er opnieuw geloot wie tegen wie mag. Dus ja, dat is wel het bijzondere aan dat toernooi. Ja, en als Nederlanders zijn we eigenlijk misschien wel het beste major is het voor ons. We hebben 4 Nederlandse winnaars, 7 titels in totaal. Van Gerwen 3, Van Barneveld 2, Noppert 1 en Scholten 1. Gaan we dit weekend weer Nederlandse winnaars zien? Ja, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar ja, wat ik al zei, ja, je zal een beetje geluk hebben met de loting. Ja, en dan, ja, we gaan het zien. Ik denk dat vorig jaar won Nobberdum. En ik denk dat er nog wel een paar kanshebbers zijn om het te halen. Maar ja, ik denk dat heel veel met loting te maken heeft. Wanneer ben je tevreden volgend weekend? Dan denk ik wel kwartfinale, denk ik dat ik dan wel tevreden ben Ik dan. vond het nogal een gekke uitspraak als titelverdediger. Ja, maar als je ziet waar zijn ranking staat, ja, dan. Ik denk dat daar de meeste wel, als je zeg maar rond die plek op de ranking staat, dat je daar dan wel oké mee bent het hele weekend. Maar ja, ik denk dat Danny Noppert. Kijk, hij kan natuurlijk van iedereen winnen in de wereld. Maar hij weet zelf ook dat hij misschien wel in de tweede ronde Curran Price of Michael Smith of Van Gerwen of die mannen staan. Ja, en dan. Je moet een beetje geluk hebben met hoe het loopt, zeg maar, die dag. Wat verwacht je van hem dit weekend? Verwacht je, hij heeft natuurlijk al een titel gewonnen. Verwacht je veel van hem? Of denk je dat het Ja, met ik verwacht. de ding te maken heeft dat hij, als hij een grote kanon krijgt, dat het wel snel klaar kan zijn? Ja, hij heeft ook in het verleden bewezen om van de kanonnen te kunnen winnen. Zoals bijvoorbeeld van Michael Smith vorig jaar in de finale. Ook al was het natuurlijk qua gemiddelde misschien niet de beste, maar hij verslaat wel Michael Smith. En hij heeft al meerdere mensen verslagen. En hij heeft op heel veel toernooien al goede runs gemaakt. En ook vloertoernooien gewonnen. Al viel het vorige week een beetje tegen op de Eurotour. Maar ja, dat zegt voor dit weekend eigenlijk weer helemaal niks. Ik heb 5 wedstrijdjes heb ik uitgelicht. Laten we beginnen met Jules van Dongen tegen Kevin Doets. Weet jij wat ze gemeen hebben? Ja, dat allebei officieel Nederlanders zijn. Nee, ik zou het niet weten. Voor de Ja, rest. ze zijn allebei in Nederland geboren en woonachtig in het buitenland. Ja, want Kevin woont in Zweden, denk ik. Ja. Ja, ik denk dat het voor allebei slechter had gekund qua loting. Maar ik denk dat ze allebei wel zoiets hebben van. Ja, hier ligt mijn kans om door te gaan. En daarom kan het misschien wel eens een heel zenuwachtig partijtje worden tussen hun twee. Dat ze dat allebei denken, dat zijn rare partijtjes. Jij. Ja, weet je, het is kort, het short format, dus ja, je kan het moeilijk voorspellen. Maar het kan wel eens een zenuwachtig potje worden, denk ik. Ja, ze zitten allebei in het tweede jaar van hun tourkaart. Brengt dat ook extra druk mee, denk je? Op zo'n grote meetje? Nou ja, ze zijn natuurlijk nog niet helemaal veilig. Dus ja, ze zullen wel aardig. Ze moeten natuurlijk wel ergens een keer een klapper maken. En op de UK Open is dat voor hun de beste manier om dat te doen. Want ja, voor je Eurotours moet je eigen voor plaatsen. En dan weet je het ook nooit tegen wie je krijgt. En ja, dan is het ook meestal eerste, tweede ronde werk. Maar ja, als je hier. Een goed weekend hebt en een goede loting, ja, kan je zomaar bijvoorbeeld tot de laatste 16 komen. Misschien nog wel verder. Want ja, we zien elk jaar zien we verrassende namen in de kwartfinales. Dus ja, dat is voor iedereen heeft dat in zijn hoofd, denk ik. Ja, en wie gaat hem winnen? Van Dongen. Dan Jeffrey de Zwaan tegen Lucas Wenig. Lucas Wenig op het laatste moment ingevlogen door een afzegging. De Zwaan hebben we lang niet op een meetje gezien. Wat kunnen we van hem verwachten dit weekend? Ondanks dat de Zwaan misschien de afgelopen 2 jaar niet goed heeft gepoord. Ik denk hoe hij zich liet zien op Q-School en ook al de toernooien daarvoor. Ja, ik denk dat de Zwaan er wel klaar voor is. Alleen, ja, Lucas Wenig is wel een gevaarlijke klant. Die heeft pas net gehoord, oké, ik mag naar de UK Open. Die denkt van, nou, elk rondje is bonus. En die heeft ook al genoeg laten zien in het verleden op de Eurotour dat hij ook van grote mannen kan winnen. En voor een zaal voor met 2.000, 3.000 man erin. Dus, ja, dat is niet de meest makkelijke tegenstander. Maar ik denk wel, als Jeffrey, ja, scorend wel de betere ga je vanuit. Dus, ja, we gaan voor Nederland. Dus dan zeg ik toch de Zwaan. Maar het is niet, geen makkelijke tegenstander. Nee, de Zwaan had van de week nogmaals gereageerd op de uitspraken van Koert Westerman. Deed hij eerder al bij ons, nu ook bij dartsnieuws.com. Ik heb van allebei de kanten van het verhaal heb ik alleen gelezen of gehoord wat iedereen geplaatst heeft. Dus ja, ik heb voor de rest achter de schermen ook niks ervan gehoord. En ik ga me er ook niet mee bemoeien ook. Maar ja, het is wel vervelend dat er tussen darters en commentators of
ja, dat daar vetes zijn, zeg maar. Dat zou eigenlijk niet moeten, want dat eigenlijk, natuurlijk, de darters doen het allemaal voor zichzelf, maar het zou mooi zijn als er niets aan de hand is en dat, ja, dat de mensen thuis zoveel mogelijk informatie kunnen krijgen met positief nieuws in plaats van negatief nieuws. Want het negatieve wordt er meestal te veel uitgelegd, vind ik. En ik weet niet wie de fout is en dat, ja, dat is ook totaal niet mijn probleem. Alleen dat vind ik soms wel eens het nadeel van social media en nieuwssites hier in Nederland. Dat het negatieve vooral moet worden uitgelegd. Ja, heb je zelf wel eens zo'n conflict gehad, wat misschien inmiddels ook wel is opgelost? Ja, ik heb wel eens wat conflictjes gehad met bepaalde nieuwssites. Maar ja, soms dan moet je kijken. Ik zit in een functie dat je altijd redelijk neutraal moet blijven als scheidsrechter. Maar het is niet zo dat ik nooit mijn mening mag geven. Dus ja, soms dan heb je wel eens een meningsverschil. Maar je leert wel hoe hoog. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik hoog op de ladder sta, maar als je eenmaal een paar treetjes hoger staat, dan moet je wel leren om gewoon je mond te houden en denken van, het zal wel wat ze over me schrijven of zeggen en vooral roepen op Twitter en social media. Ja, je hebt ook wel eens op grote toernooien, ben je scheidsrechter geweest? Heb je daar dan wel eens een speler achteraf dat hij verloren had, dat hij helemaal losging op jou of zo, of dat niet? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik kan het eigenlijk wel met alle spelers ja, goed vinden waar ik mee op het podium gestaan heb. En ja, omdat we al zoveel jaren bijvoorbeeld Lakeside doen, ja, de spelers zijn zo vertrouwd dat wij daar staan. Dus als hun bijvoorbeeld vragen, wat heb ik over? Of is het dat of is het dat? En als wij ja of nee zeggen, dan geloven ze ons wel. Dus ook al heb ik het bijvoorbeeld fout, ze geloven ons bijvoorbeeld wel dat ze dan bijvoorbeeld die dubbel ook hebben. Ja, is dat een verschil, denk je, tussen de WDF en de PDC? Dat bij de PDC zoveel meer geld gemoeid is dat de spelers sneller opgefokt zijn of zo? Nou, ik denk dat dat op zich wel meevalt, maar... Ja, ik denk dat het bij de PDC ook wel meevalt. Alleen dat zijn die paar dingen die eruit gelicht worden. Maar ja, het gaat natuurlijk wel om veel geld. Ja, en dan kunnen de gemoederen wel eens hoog oplopen natuurlijk. Ja, dan de volgende partij. Adrian Lewis tegen Joe Mernon. Ik vind het typisch weer zo'n struikelblok voor Adrian Lewis. Ja, ik had hem ook gezien. Ik denk, ja, het zal toch niet? Want ja, ik vind Lewis in zijn hoogtijdagen, ja, er zijn weinig mooiere dingen om te zien in het darten. En niks ten nadele van Joe Mernon. Maar ja, laat dan Lewis maar winnen alsjeblieft. Als ik het zo netjes zeg. Gaat dat ook gebeuren, denk je? Ja, we zitten er positief in, dus we zeggen dat Lewis gaat winnen. Ik zag toevallig net zijn berichtje op Twitter dat hij onderweg was naar Minehead en dat hij veel mooie herinneringen had aan de UK Open en dat hij er klaar voor was. Dus laten we het ook. Ja, dan iets wat eigenlijk niet mag. Ik ga ervan uit dat Klaassen langs Payne en Pietrescu komt. Dan staat hij in de derde ronde tegen Scott Williams. Een flamboyant persoon. Wat verwacht je van zo'n wedstrijd? Laten we hopen dat Jelle natuurlijk doorkomt. Hij zit in een goede vorm natuurlijk. Op de Dutch Open een goed resultaat gehaald. Vorige week bij Modus goed gedaan. Won hij de finale week. Dus ja, dat geeft veel zelfvertrouwen voor deze week. Ja, het valt natuurlijk in herhaling. Maar er zitten weinig makkelijke tegenstanders tussen, zeg maar. Ja, hij speelt natuurlijk wel op het hoofdpodium. Dus de eerste wedstrijd sowieso. Dus ja, in theorie. Hij heeft daar het voordeel van. Hij heeft natuurlijk veel meer ervaring. Maar ja, George Payne kan ook 95 gemiddeld gooien. En Pietrescu, ja, stel dat hij die doorkomt. Pietrescu moet wel lukken. Ga ik vanuit. Pietrescu is een goede darter uit Duitsland, maar is nog aan de weg aan het timmeren en heeft niet heel veel ervaring. Dus ik ga ervan uit wie die eerste wedstrijd wint. Die gaat die tweede ook wel winnen. Ja, en dan Scott Williams. Ja, dat is een mannetje natuurlijk. Ja, ik vind het mooi om te zien. Daar zijn genoeg verhalen over te vertellen. En ook wel, hij loopt natuurlijk nog maar een jaartje mee eigenlijk. Nou, bijvoorbeeld met de Eurotour, daar werk ik soms wel eens achter de schermen. Dan heeft hij 9 ingooipijlen. Dan gooit hij er eerst 3, bijvoorbeeld naar de 20. En dan gooit hij er nog 3. En dan gooit hij bijvoorbeeld een 20 en 19 en een boel of zo. En die laatste beurt, die gooit hij alle 3 tegelijk. Dat vind ik echt legendarisch. En dan kijkt hij echt zo naar het publiek, ja, waarom moet ik nog ingooien? Ja, ik vind het wel wat hebben als je dan zo overkomt. En er zitten echt 3000 man te kijken, wat doe jij nou? En dan hij zo kijkt, ja, waarom moet ik nog ingooien? Dat heb ik net 3 uur al gedaan. Ja, ik vind die show, ik vind het wel mooi. Ja, komt misschien voor sommige mensen een beetje een tikkeltje arrogant over. Is hij dat ook, dat jij kan inschatten of niet? Ja, ik heb hem een paar keer gezien. Hij was ook op het EK in Spanje voor landenteams. Ja, kijk, hij wil wel gezien worden, maar hij laat het ook meestal ook zien. Kijk, en ja, hij probeert gewoon in een wedstrijd al mensen kapot te maken. En gewoon psychologisch. En dat vind ik wel knap als je dat kan. Ja, ik hou er wel van als je... Kijk, ik hou niet van over de grens gaan, maar de grens opzoeken vind ik wel mooi. Nou, het voordeel natuurlijk, stel dat hij de twee wint, dan zit hij er natuurlijk wel al helemaal in. Dan 2 keer op het podium gespeeld, dan zit hij wel in het voordeel. Stel dat hij bijvoorbeeld 2 keer goede gemiddeldes laat zien. En met alle respect, Scott Williams heeft niet de beste start dit seizoen. Ik had er al meer verwacht, maar het valt nog mee. Dus ja, dan liggen er best mogelijkheden dat Jelle in de grote koker kan. Ja, is dat een voordeel, denk je? Dat spelers die al een eerste en tweede ronde partij misschien nog spelen, dat ze dan helemaal warm al spelen tegen iemand die echt nog net koud op het podium komt? Ja, ik denk het wel.
Ze zijn natuurlijk gewend om op de Pro Tours ook 4, 5, 6 potjes te spelen. Ja, Jelle speelt er nu geen Pro Tour meer. Maar bij Mode speelt hij er ook 5 op een dag. En als hij WDS speelt, speelt hij er ook 5, 6, 7 op een dag. Dus ja, die mannen zijn gewend aan lange dagen. En het zit best wel snel achter elkaar, die partijen. Dus ja, ik denk zeker dat het een voordeel is. Ja, deze week werd ook bekend dat alle 8 banen worden allemaal uitgezonden. Je werkt natuurlijk voor Viaplay. We zagen al vorig jaar dat ze ook switchen tussen banen. Weet jij hoe ze dit weekend het gaan uitzenden? Nee, daar heb ik nog niks over gehoord, maar dat gaan we morgenmiddag zien. Ja, we kennen je natuurlijk vooral ook als commentator, of als scheidsrechter bij de andere bond. Je bent sinds kort commentator. Hoe is dat gekomen? Nou, Viaplay was op zoek naar commentatoren, want ze kwamen er tekort. Want ja, er zitten sommige jongens die het doen, die zitten met voetbalwedstrijden. Dus ja, zenders, contracten enzovoort. Daar heb ik niet veel mee te maken. Maar het kwam er dus op neer dat ze nieuwe commentatoren zochten. En toen kreeg ik een belletje of dat ik interesse had om dat een keer te komen testen. Ik zeg, nou ja, testen kan geen kwaad. Dus toen ben ik een keer wezen testen. En toen nog een keer. En toen mocht het voor het echt. Dus nu, ik ben nog steeds in de leer natuurlijk. Maar nu mag ik af en toe eens terugkomen. Maar dat vind ik heel leuk om te doen. Ja, en hoe ziet zo'n testdag eruit? Ja, ik heb toen met een andere commentator heb ik schaduwcommentaar gegeven op een avond Premier League. Dus toen zaten Frank en Jacques zaten in de ene bezemkast, zoals ze het altijd zelf noemen. En ze zitten ze commentaar te geven. En ik zat in het commentaarhok daarnaast. En wij deden dan net met z'n tweeën of dat wij het commentaar waren. En toen hebben de grote bazen hebben dat teruggeluisterd. En, ja, zo doen. Heel veel scheidsrechters zijn natuurlijk professioneel bij de PDC. Jij werkt dan bij de WDF, dat is niet de professionele bond. Ben jij fulltime scheidsrechter? Hoe ziet jouw leven, jouw werkweek eruit? Nou, ik ben sinds afgelopen september ben ik gestopt met werken. Toen ja, ik kon het niet meer combineren met mijn werk voor al de dingen die ik doe. Dus ik denk van, nou ja, we gaan de gok wagen. Dus ja, ik doe nu veel voor Mode Super Series. Dan doe ik off-callen en ik werk ook achter de schermen dat ik soms doe spotten. Ik werk bij sommige Eurotours. Doe ik de graphics. Dus dat is eigenlijk is een heel duur woord, maar het is eigenlijk het scorebord. Wat je ziet op televisie. Daar werk ik bij sommige toernooien. Dat is een Nederlandse productiemaatschappij. Ik doe nog steeds veel voor de WDR. Doe demonstraties, wat Viaplay. En stel dat ik af en toe een weekje thuis ben. En zo, nu ben ik een weekje thuis. Dan ga ik nog 2, 3 dagen bij mijn oude werkgever werken. Ik zat in de scheefse voorrading. Dus ik reed op een busje. En door heel Nederland en België heen. En deden wij spullen bezorgen op grote containerschepen enzovoort in de Benelux. Ja, je ziet heel veel ook dat wel eens commentatoren of scheidsrechters van de WDF proberen bij de PDC of een beetje daar aan de weg timmeren. Zou je dit weekend met zoveel wedstrijden ook niet graag op een bijbaan willen staan bij de UK Open om wat ervaring daar op te doen? Ja, dat is natuurlijk, dat zou het mooiste zijn. Ja, Charlie is me nu voor. Charlie werkt nu weer op de UK Open. Heeft natuurlijk al ook Eurotours gedaan. En Play Championship keren is die ook altijd. Ja, dat zijn natuurlijk wel het ultieme zijn. Maar die vraag krijg ik eigenlijk in elk interview, podcast enzovoort krijg ik die natuurlijk. Kijk, ik ben er wel heel lang mee bezig geweest van ja, zou het ooit lukken? Maar ik denk van, ja, stel dat het nooit lukt, vind ik het ook goed. Weet je, het is nu, ik ben nu een half jaar, werk ik niet meer. En ja, ik kan er nu ook van leven. Dus ja, stel dat het nooit lukt. Ik heb nu ook een prachtig leven. Dus ja, waarom zou... Kijk, als het lukt, zou het mooi wezen natuurlijk. Maar als het niet lukt, ja, dan heb ik het ook. Tot slot dan, UK Open is natuurlijk het toernooi van de verrassingen. Wie gaat het de dikke verrassen, denk je? Tuurlijk, het heeft wel met loting te maken. Maar als je denkt, deze naam zie ik nou echt ver komen. Misschien wel de zondag halen zelfs. Nou ja, wat je al zei, natuurlijk heeft alles met loten te maken. Alleen ik was best onder de indruk, als we toch in de Nederlanders blijven, van Richard Veenstra, die de eerste paar weekenden gedaan heeft. En ja, die zou zomaar eens... Ja, de zondag halen is natuurlijk... Het zou natuurlijk mooi wezen als natuurlijk bijvoorbeeld naast een paar kanonnen, zoals Van Gerwen en de grote mannen, maar nog. Ja, Veenstra zie ik ver komen. Ik vind Jim Williams doet het goed. Heeft ook een goed seizoen. Ja, en voor de rest, ja. Nog één naam wil ik er tussen uitlichten. Ja, eigenlijk twee. Dat zijn die twee jonge mannetjes van 16 die zich geplaatst hebben voor de UK Open. Vooral Luke Littler en Thomas Banks. Ik denk dat je daar heel veel van kan verwachten. Ja, die zijn echt niet normaal. Vooral die Luke Littler, ja, die, ik denk die naam, die zeg je misschien wel wat. Maar die, ja, hij was 14, hij was 15, toen speelde die Lakeside, of was hij nog 14, denk ik. Toen verloor hij van Veenstra dan. Maar die jongen heeft ook gewoon al herentitels bij de WDF gewonnen. Hij wint JDC, wint hij alles. Ja, hij wint UK Open Qualifier, daarom mag hij meedoen. En daar trappen we morgen mee af, volgens mij, op het hoofdpodium. Tegen Nick Fulham. Ja, nou, die wint hij sowieso, denk ik. Is hij beter dan Bennett, dat een paar jaar geleden zo'n talent was? Ja, zeker. En wie gaat het winnen? Van Gerwen.
Ik denk dat hij heeft zoveel gewonnen in Minehead, ook de Players Championship Finals daar. Dat is echt, ja, dat is zijn plek. Dus ik denk dat hij er klaar voor is. Vond jij deze video leuk? Abonneer dan op de YouTube-pagina van Feedly3Dutch voor nog meer leuke video's.